Ja, ik wil eigenlijk kort getuigenis geven. Niet zozeer over mijn eigen persoonlijk leven, maar wel waar ik getuige van geweest ben. Als het gaat om opwekking begint bij God en opwekking begint bij jezelf. En, want ik heb namelijk het voorrecht gehad om in een opwekking, een jeugdherleving, tot geloof te komen. Ik zeg wel eens, of die uitspraak heb ik wel eens gehoord, dat I am born in the fire and cannot live in the smoke. Als je eenmaal iets van dat vuur, van die tegenwoordigheid van God geproefd hebt, waar we vanmorgen ook Henk over hoorden praten in een samenkomst, ja, dan kan je eigenlijk niet meer in de rook leven. En ik ben namelijk in de Alblasser Waard, er was een groep jongeren die allemaal wel kerkelijk waren, maar niet toegewijd leefden, dubbelhartig leefden. Daar ben ik ook door Gods genade tot bekering gekomen. In die tijd dat er heel veel jongeren tot geloof kwamen. Dat was iets buitengewoons. Er waren zo tientallen jongeren die in korte tijd tot geloof kwamen. En die jongeren die kwamen op een of andere manier ook met elkaar in contact. Dat is ook achteraf gezien alleen maar Gods werk geweest. Hè? Opwekking begint bij God. Want die jongeren die kregen allemaal, tenminste ik was dan daarbij betrokken bij 10, 15 jongeren die dan op zaterdagmorgen bij elkaar kwamen. En die hadden allemaal een gezamenlijke last, een gezamenlijk verlangen. Terwijl ze hele andere achtergronden hadden. De ene was stratenmaker, de andere gaf les op een school. En de ander die werkte in een fabriek. En de ander die zat nog op school. Dus het was een hele diverse groep. Maar ja, het was wel heel bijzonder dat we die gezamenlijke last hadden. En dat we gingen bidden ook voor opwekking. Omdat we zelf ook persoonlijk dat zagen in ons eigen leven en ook in de gezinnen thuis. En we begonnen dus te bidden voor opwekking. En dat deden we dan op zaterdagmorgen vroeg. Om 6:30, dan was er nog geen andere kerkelijke activiteit. Of er waren de gezinnen lagen nog te slapen, dus we hadden besloten om dat heel vroeg te doen. En we begonnen daar te bidden, te lezen, opwekkingsverhalen die ooit in de geschiedenis gebeurd waren. En we gingen ook met elkaar letterlijk op de knieën. En we waren allemaal jonge mannen nog, net 20, over de 20 heen. En het was heel bijzonder, omdat zo met elkaar ook die gezamenlijke last te delen. En het opmerkelijk is wat er gebeurde is, dat we baden eigenlijk voor een opwekking in onze gemeentes en voor onze omgeving. Maar God ging ons allereerst veranderen. Hij begon ons eigenlijk in een reinigingsproces te nemen. Ik weet niet of dat jullie, dat hoef je niet erbij te pakken, maar die tekst is vrij bekend in 2 Kronieken 7 vers 14. Daar staat ook, als mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, dus dat zijn eigenlijk Gods volk, als dat in ootmoed buigt en bidt en zij mijn aangezicht zoeken en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. En terwijl wij eigenlijk jarenlang aan het bidden waren voor opwekking en ook wel daar tekenen van zagen, ging God ons persoonlijk aanpakken. Ging hij het mes in ons leven zetten. En ging hij met ons een reinigingsproces aan de gang. En daarom zagen we ook de opwekking moest bij ons beginnen. En ik kan daar uren over vertellen wat je allemaal voor lessen leert in zo'n tijd. En dat heeft echt wel jaren geduurd. Maar ik heb elke keer weer dingen ontdekt in mezelf. Dat ik toch nog niet volledig was toegewijd of volkomen was. Dat ik nog niet tot die volledige overgave was gekomen. Ik was wel tot geloof gekomen, maar er waren nog zoveel dingen in mijn leven wat eigenlijk een verhindering was voor God om door mij heen te werken. En dat waren ook bij die andere broeders en ook enkele zusters was dat ook het geval. En dat was al iets van opwekking ook, terwijl wij baden voor opwekking, dat we dat zelf ook ervaren. En het opmerkelijke is dat als ik daar aan terugdenk, aan die momenten dat wij daar op onze knieën lagen, soms huilend. Ik weet niet of u dat nog wel eens meemaakt, dat er gehuild wordt op een bidstond. Dat er echt zo'n bewogenheid is voor de zielen. Maar als ik daaraan terugdenk, ik woon nu 5 jaar in Limburg, maar als ik ergens heimwee naar heb, is dat naar die momenten daar. En verder heb ik het hier prima naar mijn zin. Maar die samenkomst, dat heeft mij geestelijk gevormd. En daarom vertel ik jullie dit ook, om jullie op te wekken. Eigenlijk op te roepen om ook te gaan bidden voor herleving in je gemeente, in de omgeving. En dan zul je ook ontdekken dat God ook met jou persoonlijk een weg gaat. En daarom is het ook zo mooi om
ja, om daar ook voor te bidden en daar ook mee bezig te zijn. Maar goed, toen op een gegeven moment, toen wij steeds meer ook zagen gebeuren, ook in de kerk om ons heen, zagen wij ook dat God overal in het land ging die ook herleving schenken. Persoonlijke herleving in gezinnen, maar ook in gemeentes, kleine herlevingen waar die kwamen. En er kwamen in die tijd, het is ongeveer in het jaar 2000 dat we daarmee begonnen en tot nu, honderden zijn tot geloof gekomen. Vooral vanuit de gereformeerde kerken. Jongeren die wel enigszins met God bezig zijn, maar vaak met de ene been in de wereld staan en de andere been. God dienen. Maar ik heb daar heel veel jongeren tot volledige overgave zien komen. En zo is ook Stichting Haardkraai ontstaan. Haardkraai is eigenlijk een stichting die ook het verlangen van herleving uit wil dragen. Maar ook geestelijke verdieping. En er zijn ook conferenties 2 keer per jaar. Waar dan ook al die jongeren bij elkaar komen. Het begon heel klein en is nu inmiddels in een hele grote groep. De laatste keer was onze broeder daar ook, Henk Binnendijk. En ik denk dat hij dat zelf ook wel ervaren heeft, dat er echt wat aan de gang is. Er is echt wat gaande onder de jeugd. En er is een ontzettende honger naar God. En ook die momenten van wat Henk ook beschreef, vond ik wel heel mooi dat hij dat ook zo in die vragenbeantwoording, die eerste vraag, dat God zo aanwezig is. En dat heb ik ook op die conferenties zo vaak ervaren en dat ervaar ik ook hier. Dat God zo graag met zijn tegenwoordigheid aanwezig wil zijn. En dan gaan er echt levens veranderen. Dan komt de gebrokenheid van hart, komt de verootmoediging, 2 Kronieken 7 vers 14. En dan gaan we Gods aangezicht zoeken. En dan gaat het echt om God alleen. En ik heb 1 conferentie, zal ik nooit vergeten. Dat was een moment dat God zo zichtbaar, tastbaar in ons midden was. En dat er ook gebrokenheid kwam. En niet allerlei bombarie en tamtam en toeters en bellen, zoals Henk zei. Maar dat God, iedereen wist het, God is hier. En ik zal er 2 kleine dingen van voorlezen, van iemand die dat later beschreef. Er is ook een soort verslag van gemaakt, wat er precies gebeurde. En die zei, overal waren groepjes mensen te zien die met elkaar zaten te huilen en te bidden. Er waren overal verslagen harten. En dat gaat dan over jongeren, van de leeftijd 15 tot en met 35 in ieder geval. Allemaal jonge gezinnen. Overal waren verslagen harten. De Heilige Geest was kennelijk aanwezig. Want hij overtuigde van zonde. En later hebben we ook nog met iemand anders gebeden die daarom vroeg. En zijn zonde wilde belijden. Dat gebeurde overal spontaan. Er werd niet geregeld, niet georganiseerd. Overal ontstond gebed en werden zielen tot Jezus gebracht. En iemand anders die schreef, ik ervoer overal Gods aanwezigheid. En hoe meer zonden er beleden werden, hoe heiliger de sfeer werd. Er werd opgeroepen tot gebed en we gingen massaal naar de witte tent. En wat we daar meemaakten is met geen pen te beschrijven. Er werd aanhoudend, krachtig, vurig gebeden tot God. Zonden werden beleden. Verlangens werden opgenoemd, verwachtingen werden uitgesproken. En God openbaarde zich in zijn heerlijkheid. En dat, als je dat eenmaal hebt meegemaakt, en natuurlijk hebben we dat allemaal wel in onze samenkomst misschien ook meegemaakt, maar dan ga je ook groot verlangen krijgen, ook voor de omgeving hier in Limburg, in Vlaanderen en overal, dat God dat zulke soort momenten geeft, in onze gemeentes. En dat hoeft niet op een conferentie, dat is vooral in eerste plaats bedoeld voor in de gemeente. Dat God aanwezig is. En ik hoop ook dat deze dag daarvoor gebruikt wordt, dat u weer bemoedigd en versterkt naar huis gaat en gaat bidden voor uw gemeente, niet kritisch ten opzichte van mensen die het misschien verkeerd doen, maar juist gaat bidden voor die mensen. En dan zal God echt laten zien. Dan zal hij allereerst zichzelf meer en meer aan u openbaren en ook in de gemeente. En dat wens ik jullie allemaal van harte toe.